vorige week, gelijk na het online zetten van een video over bestandsindeling, waar ik van hoop dat jullie er wat aan gehad hebben, kwam de vraag: hoe kan ik editen op de maat van de muziek? Of hoe kan ik muziek gebruiken om mijn video's te versterken? Dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar we gaan eerst kijken naar een voorbeeld. We hebben net gekeken naar de groenteman. Dat is dus een voorbeeld van hoe het niet moet. Want je hebt gezien dat het wisselen van de beelden net een fractie te laat kwam. Dus de maat van de muziek, die sloeg wel, die beat was er wel, maar de muziek ging niet over. En dat is jammer. Eigenlijk help je daar zo'n intro mee om zeep. Een tweede voorbeeld is een heel ander voorbeeld hoe je muziek kan gebruiken om emoties te versterken. Muziek gebruiken we, net als beelden, om onze zintuigen aan te spreken. Als je een film een geur zou kunnen meegeven, zou dat fantastisch zijn. Misschien kennen jullie allemaal wel die vloeren in pretparken die gaan trillen als er iets spannends gebeurt in een film. Dat is ook een zintuig wat je aanspreekt. En wij als videomakers willen zoveel mogelijk zintuigen aanspreken. En waarom? Omdat het dan langer blijft hangen. We gaan kijken naar het hospice in vrijheid. Je ziet dat de video over het hospice eigenlijk heel indrukwekkend is. Het is ook puur geëdit op kleur. Hier is niet alleen de muziek en de overgang heel belangrijk, maar ook alle kleuren die je gebruikt, dat die allemaal een beetje in hetzelfde kleurenpalet zitten. Nog een voorbeeld is een winkel in gebruikte meubelen. Het is geen geheim dat ik een ongelofelijke fan ben van Bert Haanstra. En naar mijn idee een van de beste filmmakers die Nederland ooit gekend heeft. En wat deed hij nou? Hij gebruikte altijd iets tussen zijn te filmen object en waar hij zelf stond in. En dat kon van alles zijn. Een fles, een plant, een persoon, een boom, noem maar op. Ik heb geprobeerd in deze video diepte, dus de video driedimensionaal te krijgen, door het verkeer voorlangs te laten rijden. Laten we gaan kijken. Het leuke aan deze video is dat de muziek eigenlijk helemaal niet een beat aangeeft wanneer het beeld moet wisselen. Er wordt ook niet gewisseld van beeld. Het is gewoon de eigenaar die aankomt lopen in zijn eigen pand. Het is een beetje een ouderwets muziekje. En daar is ook het lettertype op aangepast. Daar pas je ook een beetje je color grading op aan. Dus de kleuren waarin het zit. Dat moet een beetje een tikkie faal zijn. Je moet al die indrukken die je probeert op te wekken. Wij videomakers willen een emotie teweeg brengen bij mensen. Die moet je versterken met alles. En in dit geval is daar onder andere het lettertype en de color grading in van toepassing geweest. We gaan er nog een voorbeeld kijken. En dat is een hele leuke. Dat is een bar-eigenaar die naar zijn eigen zaak toeloopt. En eens kijken of het jullie opvalt.
Nou, deze video hebben we gemaakt in opdracht van een bar-eigenaar, een restaurant-eigenaar, die 35 jaar in het vak zit. Nou, wat is nou leuk? 35 jaar, het intro begint in zwart-wit, want dat was het 35 jaar geleden, dan hadden we geen kleur. De muziek daaronder die is gelijk aan zijn voetstappen. Hoe krijg je dat nou goed? Dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt de muziek en er zit een bepaalde beat in. En nou kan je met ramp speed, dus de snelheid van je film, kan je dat neerkomen iedere keer van die voet, kan je op de maat laten gebeuren. En dan versterkt dat beeld versterkt. Het is 35 jaar geleden begonnen. Hij loopt eigenlijk de toekomst in en het beeld wisselt langzaam van zwart-wit naar kleur. Heel simpel. En dan het laatste voorbeeld, die maakte ik in opdracht van de gemeente Purmerend. Dat is over de dag van de alfabetisering. Daar heeft eigenlijk alles wat ik jullie verteld heb niks meer mee te maken. Hoe begin je nou als je beelden gemaakt hebt? Hoe start dan je edit? Bij mij werkt dat zo. Ik heb jullie uitgelegd over het indelen van de bestanden. Dat houdt dus ook in dat je al die korte filmpjes gezien hebt. En dan heb je een bepaald beeld in je hoofd wat je weer wil geven. En wat ik dan doe, dan zoek ik als eerste een soundbed. Dat is een muziekje waar ik me lekker bij voel als ik naar die beelden kijk. En dat is puur een kwestie van gevoel. De ene keer is dat een hele strakke beat en de andere keer is dat heel smoothie en loopt het lekker door je filmbeelden heen. Hoe je dat doet is puur gevoel. Wij hebben een licentie daarvoor. Wij kunnen ongelimiteerd muziek halen uit Amerika vandaan, filmmuziek. En dat gebruiken we. Op internet zijn vast rechteloze stukjes muziek te vinden. Maar daar moet je naar zoeken. Daar kan ik je niet in adviseren. Ik kan je wel zeggen dat wat wij hebben, Artlist, dat komt uit Amerika vandaan. Ja, dat kost een paar centen, maar dan heb je wel geweldige muziek. Ik ga jullie als laatste laten zien hoe je met een soundbedje begint. En hoe ik dan, als ik die beelden wil wisselen op de maat van de muziek, hoe ik dat doe. Maar kom mee kijken. Nou, wat ik doe is eigenlijk het volgende. Ik heb hier mijn tijdlijn. Die begint op een overgang. Ik heb er overgangen tussen gezet, zodat jullie duidelijk kunnen zien dat we van het ene onderwerp naar het andere gaan. En ik heb hier zo al een aardig stukje muziek gedownload. Als ik het goed heb, is dat 2 minuten of zo. Maar het gaat even om dit eerste begin hier. Dit zijn eigenlijk, dit is een soort van vierkwarts muziek. En dit zijn de eerste nootjes, iedere keer op de eerste beat. Dat houdt dus in dat tussen deze twee pijltjes, markers, zijn dat ongeveer, zit ongeveer 4 seconden tussen. Maar ik ga hem starten en dan kunnen jullie zien hoe dat werkt. Ik tel dus gewoon heel intensief tel ik mee. Dat is voor iemand die naast me zit nooit prettig. Maar dat is nou eenmaal hoe het werkt. Ik doe vast mijn vingers op de M van mijn toetsenbord. Wat betekent marker. En ik ga meekloppen en stampen met de muziek. Ik ga hem starten. Let op. Dat ging fout. En dan begin ik even opnieuw. Want hij moet wel vanaf het begin pakken natuurlijk. Hier vandaan. Komt hij. Hey.
zo gaat het door totdat je dat hele stukje muziek klaar hebt. Of je het nou wel of niet gebruikt, dat is niet zo van belang. Maar als je dit gedeelte hebt, even die tijdlijn uitzetten. En, oh ja, dat is de. Maar als je dus dit gedeelte muziek hebt, dan is dat het lekkerste om door te gaan. En het is maar één keer dat je dit doet. En wil ik nu muziek, filmbeelden laten wisselen op de muziek, dan zijn dit de juiste momenten om te wisselen. Hier, zie je? Dus je hebt nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ga zo maar door. Dat zijn allemaal shots waarop je dus kan wisselen. Maar je kunt ook zeggen, het is me te snel, hè? Die 4 maak ik 8 van en dan haal ik ze weg. En dan heb je dus van die grotere openingen ertussen zitten, waar je ook keurig op kan editen. Zie je, dus nu kan ik eigenlijk alle kanten kan ik dan op. Dus ik heb hier die 4/4 maat en ik heb hier dan, ja, 2 keer een 4/4 maat. En daar ga je mee aan de gang. Dit is een mooi stukje muziek waar een lekkere beat in zit. En zo kan je dat, zeg maar, je film heel interessant maken door je muziek. Dus de muziek onder je beelden zijn altijd versterkend voor wat je over wil brengen. En dit is een hele duidelijke beat. Had gewoon 2 minuten door zo, 2 of 2,5 minuten gaat hij door. En heb ik hem niet nodig, ja, dan heb ik hem niet nodig. Dan knip ik hem eraf, kort ik hem in. Nou, dit is dan een voorbeeld hoe je een muzieklijn kan zetten, een muziekbedje kan zetten onder je videobeelden. En voor ons zal dat veelvuldig zijn, het intro en het outro, dat je het daarvoor gebruikt. Maar je kan, zoals met een drone zit, geen geluid op, dus daar moet je wel iets doen met muziek, wil je hem leuk maken. En dat kan je natuurlijk op exact dezelfde manier doen en daar is een beetje fantasie voor nodig. Wat ik al zei, kilometers maken, veel doen en dan klaar. Mochten jullie nou vragen hebben, stel ze even beneden in de comments en dan kan ik daarop proberen te antwoorden. En als je het filmpje leuk vindt, doe even een duimpje en zorg even dat je je abonneert, hè? Want pas op, hè, ik weet waar je huis staat.